Welkom. Nog eens bij Tacolab. Het is al heel lang geleden. Het is al super lang geleden. Ja. Francisco zit spijtig genoeg in Mexico, dus we moeten het een beetje onder ons doen. En we gaan het vandaag hebben over een leuke winkel hier in Brasschaat. Die noemt? Sugar and Sweets. Sugar and Sweets. Op de Brede Baan in Brasschaat. Wij hebben ons er al te pletter gekocht. Dat is niet zo goed voor onze lijn. Maar ze hebben een superleuke winkel. Ze hebben heel veel Amerikaans snoep. En ze hebben ook een hele snoepmuur. Hè? Een supergrote snoepmuur. Waar dat we ons ook waar je heel veel keuze hebt. Heel veel lekkere vers snoep. Ik wist dat er iets bestond als vers snoep. Maar als je het daar eens proeft, dan ga je dat zeker ervaren. We hebben weer een ganse doos gekocht. Veel, een beetje te veel. En we gaan er even een keer doorlopen. Hazel, ga je al eens iets eruit kiezen uit onze doos? Alright, we hebben als eerste Nerds Rope. Het zijn eigenlijk nerds op een rope van candy. Het ziet er heel goed uit voor de tanden. Het ziet in ieder geval lekker uit. Wat hebben we nog, Hazel? Toon het eens. Nou, dat is dus waar we over spraken. We spraken over de snoepmuur. Dus als die snoepmuur, daar kun je ongelooflijk veel lekker snoep vinden. Ook vegan snoep. Dus het is allemaal aangeduid. Ook de dingen qua hoe zuur ze zijn, staat er ook allemaal bij. Nog nerds, natuurlijk. Hè. Nog nerds, waarom niet? Maar wat heb je daar nog? Bessennerds. Dat is een van Hazel's favoriete drankjes. Chupa Chups. Die zijn super lekker. Lollies. Ik heb deze keer wel heel veel lollies gekocht, hè? Oeh, ik denk dat voor mama was. Dat is Bundaberg Peach, een sparkling drink. Oeh. Barbie en Dr. Pepper. Dit is Dr. Pepper. En cream soda, heel lekker. Die Barbie drankjes doen me een beetje denken aan Red Bull, maar dan zonder alle cafeïne en dergelijke in. Nogal heel zoet, heel speciaal. Alright, zoute snoepjes, dat zijn pretzelvisjes. En de andere zijn ook pretzel. Oh, twee keer pretzel. Oké, twee keer pretzel. Nog een zak snoep, dat is die van mama, denk ik. Ja. Dit zijn een soort van. Lijkt een beetje op Frutella, maar ze zijn blijkbaar wel een beetje groter. Now and Later Morphs. Now and Later Extreme Sour. En Now and Later Chewy Berry Smash. Super Sour Bubblegum Pops. Bubblegum Hazel? Dit is bubblegum. Daarom is die van binnen. En dan. Nou, oh nee. weer do-it-yourself candy. Die dingen zijn meestal wel heel leuk om te maken, maar vind je ze meestal niet zo lekker, hè? En toch blijf je ze kopen. Dit zijn een soort van ijsjes. Zoals een ijsje broodje, dat heb ik ook ijsje dan anders. Ja, de vorige keer was zo. Oh, horentjes. Ja, Skittles, maar grote Skittles. Skittles Giants, 3 times bigger. Dat. Die lijken groot. Lekker. Ja, ik heb reuze Skittles. Alright, M&M's. Dat is voor papa. Dat ik heel graag speciaal heb. M&M's Coffee Nut. Ze hebben er ook andere smaken, zoals peanut butter, die zijn super lekker. Nootjes in. Met nootjes in. Ze hebben geen pretzels nog niet. Een pretzel bestaat ook, die zou ik wel eens graag zien. Nog meer Chupa Chups. Die drankjes zijn eigenlijk wel goed. En lekker. En lekker. Grape flavor, deze. De andere was orange flavor. Die vind ik zo lekker. En ja. Ja, ik dacht die voor mij waren. Dat weet je. Wat hebben we hier? Rice Krispies. Rice Krispies Squares kun je eigenlijk zelf ook lekker maken, maar wel plakkerig. Het zijn met orange, met appelsien. Het zijn echt wel super lekker.
jalapeno flavored cheese curls van Hers. Die zijn echt heel goed. Ze hebben ook heel veel... pikant ook, ja. Dat ik niet lust. Ah ja, dus pikant, dat lust jij natuurlijk niet zo graag. Ze hebben, wat zijn die anderen nu weer als ze lukken? Ze hebben ook heel veel Cheetos. Persoonlijk vind ik Hers veel beter dan Cheetos. Veel meer smaak. Bacon cheddar cheese, Hers. Deze zijn nieuw. Honey cheese flavored curls. Geen idee wat ik hier moet van verwachten, want zoet in chips is altijd een beetje vreemd, denk ik. Maar dat moeten we straks eens proberen. Deze zijn echt wel heel grappige cornflakes. Ziet eruit als kleine mini toastjes. Noemt ook French Toast Crunch. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat smaken. Meestal met die Amerikaanse cornflakes, zeker om die speciale, zijn wel redelijk zoet. En soms ook niet lekker. En soms niet lekker. Deze ziet er in ieder geval interessant uit. Bursting with syrup and cinnamon taste. Benieuwd. Dit is de mama haar favoriet ontbijt, als ze niet veel tijd heeft. Hello Panda, eigenlijk een beetje zoals de koalabeertje die wij gewoon zijn, maar een andere smaak. Dit is matcha. Ik lust die niet. Jij lust die niet? Des te beter voor mama, meer voor mama. Oeh, dat is voor papa. Ik eet heel graag. Oh. Lion, verschillende smaken die we hier niet kunnen vinden. Coconut, echt goed. Ja, het smaakt een beetje naar kokosnoot, I guess. Maar heel lekker. De black and white bar heb ik nog niet geprobeerd. Die had die nieuw waren. Dan hebben we ook nog de wild, die natuurlijk nieuw is. Dat is sweet and salty. Dat is altijd wel lekker, de combinatie van zout en chocolade. Alright, en dan hebben we nog KitKat Chunky, de peanut butter versie natuurlijk. Nee, sorry, de cookie dough versie. Peanut butter versie is ook super goed. KitKat Mocha Chocolate. Kan niet slecht zijn. We zijn rond. We zijn rond. Het is een beetje veel deze keer. Meestal... ja, we gaan maar om de zoveel tijd. Dus dan moeten we elke keer een beetje bijvullen. En ben je blij met wat we allemaal gehaald hebben? Ja. Ja. Is het een van jouw lievelingswinkels? Ja. Ja, ik denk het ook. Hè. Sugar and Sweets, de Breda baan dicht bij de Maan is, zeker eens proberen. Ze hebben ook een online winkel. Dan kan je alles online bestellen, moest je en niet raken. En ook een frisdrankje. Ja, ze verkopen ook slushies. Die zijn ook super lekker, super zoet. Hazel kreeg er geen, want het was een beetje later, anders gaat ze de hele nacht wakker houden. Alright, dat was het. Bedankt om te kijken. Vind je deze filmpjes leuk? Laat het ons weten. Dan maken we er nog. Het is nu al heel lang geleden. Maar als we veel reactie krijgen, dan doen we dat zeker graag nog eens opnieuw. Alright, dat was het. Dag.